Het is vandaag een hele zwarte dag voor Plankendaal. We hebben deze morgen ons driejarig olifantje Kio moeten afgeven. Gisterenmiddag merkten we op dat Kio wat lomer begon te worden. En wat minder speels gedrag, wat heel raar is voor Kio, want zij was altijd aan het ravotten. En dan zijn we toch beginnen kijken en ongerust te worden. En hebben we haar binnengehaald samen met de rest van de familie. Een dokter verwittigd. Je denkt altijd een aantal scenario's. We weten dat olifanten van herpesdrager zijn. Dus dat is altijd eerst wat we aan denken en is heel gevaarlijk. Heeft onze dierenarts medicatie gegeven tegen het virus om dat toch al te proberen te bestrijden. Ze lag eigenlijk in de binnenverblijf, in de zandstal, lag ze neer. En ze reageerde niet. Op dat moment ging het toch niet zo heel goed met haar. Terug iedereen opgeroepen die ondertussen al naar huis was. Want je moet ook met de rest verzorgen. We hebben ook nog een hele familie olifanten die ook zorgen nodig hebben. Tarzan die zijn fles nodig heeft. Dus je moet ook zien dat je nog wat fit en alert blijft. Dus iedereen toch maar terug opgeroepen. En hebben we besloten ook nachtpermanentie te doen. Dus we zijn hier gebleven. En dan is het heel snel gegaan. Is ze eigenlijk constant wakker gebleven. Hebben we haar constant getemperatuurd. Ze heeft nooit koorts gemaakt. Ze heeft ook nooit de typische kenmerken voor herpes vertoond. Dan om 5:30. Dan is ze door haar poten gezakt. En stond terug recht. En toen hebben we samen gekeken. En toen zagen we het typische verschijnsel voor herpes. Ze kreeg een dikke tong. En dan hebben we terug iedereen opgeroepen. Ondertussen waren de collega's van de vroege ploeg hier dus. We waren dus terug compleet. Hebben de dokter en onze curator opgebeld. En ja, de dokter was niet meer nodig. Tussen het zien van dat typisch herpesverschijnsel en de sterfte was 17 minuten. Dus dat is heel snel gegaan. Toen is het even terug de moed bijeenrapen voor de rest van de groep. Want dat gaat verder, hè. Leven en dood zit kort bij elkaar dikwijls. We hebben net 3 prachtige baby'tjes mogen ontvangen en dan vandaag dit. Maar het moet verder, we moeten ook Tarzan blijven opvolgen, we moeten Pio blijven opvolgen, we moeten eigenlijk alle olifanten de beste zorgen geven. Dus even slikken en verder.